Tielenaar Rondewilde is de jongste taekwondo-grootmeester ter wereld geworden. De inwoner van Lingeneer in de gemeente Buren behaalde onlangs de 9e en hoogste dan in de vechtsport. Wethouder Sander van Alphen van de gemeente Buren en wethouder Driessen van de gemeente Tiel feliciteerden hem vrijdagavond 25 juli op zijn trainingslocatie in Tiel. We zijn hier op Tiels grondgebied. Ja. Maar toen ik hoorde dat je weer een stapje hoger geklommen bent en zelfs naar het jongste 9e dan gaat, ja, dat goed. Jongste. Heb ik mijn collega Sander van Alphen uit Buren gebeld, want jij woont in de gemeente Buren. Ja, ik woon op de gemeente. En dacht, ja, dan vind ik dat de eer aan hem is om jou als inwoner van Buren toe te spreken. Dat wil ik dadelijk nog even als zijnde de wethouder van de sportomgeving waar we nu zijn. Van harte gefeliciteerd. Hartelijk dank. Ik geef hem aan, alsjeblieft. Nou, hartstikke bedankt. Ja, zal ik hem open? Ja, maak vooral open dan. Ja? Dan weet je het. Ben heel nieuwsgierig. Ja, nee, snap ik. Heel leuk sowieso om zeker aandacht eraan te besteden. En zeker, ik zie dat zeker als stimulans. Nou, gelukkig. Nou, ja. Even kijken ook. Misschien dit even wel. Ja, het openmaken is vaak het lastigste. Hier kan je ook ja, wat breekbaar is, maar het is... Oké. Heel benieuwd. Mag je ook wel even doen? Ik voel me weer Kees. Nou, gelukkig maar. Nee, we hebben het heel goed ingepakt, dat, hè. Ja. Je doet altijd het beste. Ja. Ja. Dat, het weegt ook... Het is... Zo, prachtig. Ja. Gestalde peer. Nou, dat is een symbool, denk dat ik. Dat is een symbool, ja. Het past natuurlijk goed bij onze gemeente. Ja. En ja, daarmee willen we toch onze waardering uitspreken. En u van harte feliciteren. Ik weet niet of er ook een 10e dan te halen is. Nee, de 9 is echt het allerhoogste. De eindgraad. Maar voor een hoop mensen, tenminste die het in de toekomst gaan halen, zien ze het echt als een eindgraad. Ja. Maar toch zie ik het als een begingraad weer, omdat... We het getal 9 gebruiken als een cirkelgetal. Ja. Als je bijvoorbeeld 9 keer 3 en dan de twee cijfers bij elkaar optelt, dan kom je weer op een 9 uit. En zo blijf je altijd perfectioneren. Dus je hebt een leven lang plezier eigenlijk in de sport. Nou, hartstikke mooi. Ja. Hartstikke bedankt. Ja, alsjeblieft. Een heel mooi plaatje geven. Gelukkig. Want, daarbij hoort ook nog natuurlijk een bosje bloemen. Hè? Nou, dat, zo. Ja, dus die geef ik je ook nog aan. Alsjeblieft. Nou, hartstikke dank. Betekent heel veel voor me. Het was eigenlijk best wel een hele grote verrassing. En ik moet zeggen, ja, die huldiging maakt het eigenlijk allemaal compleet. Want na al die jaren heb je toch gestreefd om naar zo'n 9e dan toe te trainen. En het heeft heel veel jaren gekost, Jan, want ik ken je al zo lang al. En na 45 jaar zeg ik van, dit is een hele mooie bekroning eigenlijk op mijn werk in Tiel. Sowieso voor de sport. En ik hoop dat ik de jeugd daar ook mee kan blijven motiveren. Dat je als je... eigenlijk een eindgraad haalt, dat je dan toch nog het idee hebt van, ik leer nog steeds van de leerling en het motiveert me nog steeds, iedere training weer, om met een hele positiviteit de sport te brengen. Ja, Sander heeft al lovende woorden gesproken natuurlijk. Ik ben blij dat en trots dat wij jouw sportschool hier in Tiel mogen hebben. En als je dan inderdaad hoort dat je de jongste van de wereld bent, dan is zeker trots op zijn plaats. Dank je. Dus ook namens de gemeente Tiel. Oh, eens kijken. Een bosje bloemen. Nou, dus ze dubbel zo blij. En gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En we hebben tegenwoordig een echte Tielse flipje handdoek. Oh, kijk eens, moet kun je dan, als je weer eens een keer traint of wedstrijden doet, even gebruik dan nog even aan Tiel. Ja, zeker weten. Nou, dankjewel. Ja. En namens de bond is me net gevraagd om je officieel het bijbehorende diploma te geven. Oké. Diploma van de Nederlandse Taekwondo-Federatie. Verras me. Dan gaat 9. Rondewilde, geboren 2 oktober 1962 in Leiden. En hij is ondertekend op 20 juni 2014. Mooi. Nou, zo. Dankjewel.